zijn dus net door de douane heen. En we hebben even gecheckt, ja. Maar mijn tas werd dus apart gehaald. Recht naar de kamer. Oh ja, mijn tas Starbucks? Werd... Nee. Mijn tas werd dus net apart gehaald. En ik dacht, oh shit, wat heb ik erin dan? Mijn hart, jongen. Ik heb nog steeds buikpijn, hè. Terwijl ik gewoon weet dat ik alle gevaarlijke shit heb weggehaald, maar... Oeh, en hoe die man mag je aanstaren, toch? Girl. In ieder geval, we are off to... Spain. Alicante. Ja, ik kan het niet uitspreken, dus hij doet het. Oké. Ja, dus wij gaan nu even eten, want we vliegen om... 4 uur moeten we inchecken, over een uurtje en 5 uur vliegen. Het is nu 3 uur, 3:10. Dus wij gaan nu even eten. Nee, moeten we borden, niet inchecken eigenlijk. Borden. Lekker gevoel. Oké. Hoe lang duurt dit? Hè? Huh? 5 minuten. Nou, wat is man? Nou, 5 minuten gaat ze eventjes even aangekomen, Costa Blanca, Spanje. Ja, echt waar ik nu naar kijk is echt zo mooi. Oh my god. Bij mij bedoel je? Jij bent ook mooi. Ik weet dat ik mooi ben. Kijk die bergen, peoples. Ga met de drone aan toe. Man, wat een uitzicht. Oké, het is een beetje een rough start. We kunnen ten eerste niet naar ons kamer, want die is blijkbaar niet klaar tot maximaal 4 uur. En het is nu 9:45. Ja. Dus wij gaan een beetje kijken, wat kunnen we doen? Autootje huren. Ja, precies. Want ik denk dat we nergens lopend aankomen hier. We zijn gewoon verslaafd aan de auto. Maar echt, gewend aan de luxe. Dan ben ik blij dat ik toch die USB-oplader bij me heb genomen. Ja. Hoe? Heerlijk, die huizen hier zijn echt mooi. Zo apart. Maar... Dat is wat ik dus wil vertellen. We zijn nu op pad om te zoeken 1 waar we een auto kunnen huren. 2 iets te eten. En eigenlijk wil ik een... We lopen letterlijk gewoon op straten. Gewoon geen voetpad, niks. Wat we kunnen eten. En eigenlijk wilde ik nog even slapen. Maar ja, je kan de kamer niet in. Dus dat gaat hem niet gebeuren. Zoals jullie net konden zien, hebben we het strand gevonden, maar we gaan zo terug. We gaan nu even kijken om een auto te huren, want het loopafstand, man, daar zijn we niet voor gemaakt. Waar ga je naartoe? Oh, die kant. Zie, ik verdwaal nu al. Als hij er niet was... Dan weet ik ook niet waar ik was. We hebben een auto. Thank the Lord. En airco. Oh my god. Ik smelte bijna net. Wat voor auto is het? Ik weet niet. Het is een Clio. Een best wel nieuwe versie. In ieder geval. En hij rijdt super lekker. We hebben gelukkig een auto. Want we zitten dus op een berg. Toch? Ja, we zitten op een berg. Ja. En... Van het hotel naar plekken is gewoon heel ver lopen. Plus er zijn ook andere centrums in de buurt. Dus we kunnen ook naar Valencia gaan. Valencia. En andere stadjes met de auto. Dus dat gaan we doen. We gaan nu terug naar het hotel. Even... Wat is dat? Oh. Even de badkleding en zo halen. Je moet zeggen als we ergens in moeten. Je
lopen nu hier linksaf. Linksaf? Ja. Als goed, ja, linksaf. Die wegen zijn zo smal. Oei! Oei! In de strand te zijn. Oh ja. Oh wauw, dat is echt mooi. We moeten de drone echt gebruiken. Ja, geef. Maar dus, we gaan ons badpakken zo halen. En dan gaan we weer kijken wat voor ons strand. Ons badpak halen? Ik heb geen badpak. Zwembroek. Of heeft hij wel een badpak? We zijn net in onze kamer. Dus ik ga jullie even een roomtour geven. Ja, dus dat. Welkom bij de roomtour. Hier. Dit is de voordeur. Hier hebben we de wc. Zo ziet hij eruit. Lekker badie. Hier. Joehoe. Twee wc's, dus we kunnen lekker samen naast elkaar op de wc. Hier de kledingkast. Ruime spiegel ook. En dan hier hebben we een tv. Pasje, we hebben de koffers al gezet. Betty's, you know, just the usual room. Maar het uitzicht is echt zo mooi. We hebben ook een balkonnie. En dit is ons uitzicht, peoples. Man, man, man. Wat wil je nog meer hebben? Prachtig. Zonnetjes. Zitten zo. Maar dat is meer aan die kant. Hè? Ja, lopen aan die kant op. Om te eten en daarna gaan we naar een welbekende waterval. Ik weet niet meer hoe het heet. De Elfgar of zoiets voor ons. We gaan dus naar een waterval. Even kijken beneden, oké. En dat is het plan, ja. Het is mooi weer. Even kijken. Zonnetje schijnt. Ik laat jullie mijn outfitje nog zien. Voor today. Ik wil zo'n spiegel in mijn kamer. Oh, je ziet mijn badpak. Les Fons de Algar. Oh, we gaan naar Les Fons de Algar. Ik heb een petje aan van de, I don't know, een of ander thrift store van Amsterdam. Dit crop topje is van Primark. Mijn korte broekje is van Forever 21. En ik heb Birkenstokjes aan. En ik heb een gele badpak, maar dat laat ik later wel zien. Dit is die outfit. Wij gaan nu naar beneden en lekker eten. Sí, sí. Mi nombre es Trofeño. Oké, hij heeft Spaans geleerd, jongens. Sí, gracias.
We zijn aangekomen bij de Fons del Algar. Kijk, ze stiekem in de ogen. Toch? Ja. Ze zien dat ik zie, of jullie zien niet. Nee, oh mijn brillies. Mijn brillie is trouwens van Key Australia. Voor degene die dat willen weten. Mijn is van Louis Vuitton, alleen maar blokken. Oké dan. En ik moet met de drone showen, meen je dit dan? Ja. Kan mijn tas niet in jouw rugtas? Jawel toch? Nee, maar het kan in die blauwe tas en ik neem die blauwe mee. We moeten dus nu nog 15 minuten op de berg, joh. En ik met die drone. En ja, hij shout de drone. Ik moet die blauwe zak hebben. Ja, die pak ik nog even. Ik pak het wel, want mijn spullen liggen er. Kijk, het is niet valt. Okay. Zullen we onze vest meenemen? Ja, bij gekke of ik brand hier al weg. Even kijken, Janneke. Dus let the walkings begin, peoples. Nou, dus hele bergwandeling. Ik ben nu al moe. Zo. Nee, om zo. We zien jullie als we waterval hebben gevonden. Het is toch leuk om jou helemaal uitgeheigd te zien op YouTube. Girl. Gaan we goed nog? We gaan nog goed, ja. Onze route is dus blijkbaar gewijzigd op een of andere manier. Okay. En de navigatie brengt ons echt serieus midden in de jungle. Dit is onze weg. Er is een gat in de weg. Nee,
twee. Je moet die kant. Oh my god. Ik hoop dat we aankomen bij ons hotel. En anders horen jullie het wel. Dat het ruimt. Maar oké. Voor degenen die het gemist hebben. De drone is kapot. En het is deels mijn schuld. Deels? Allemaal jouw schuld? Ja, oké. Kijk, het ding is, ik wou gewoon mooie beelden van het waterval. Je mag even zeggen. Ja, want er is geen heel niks. Dus als dit weer... Doe normaal, dat is niet grappig. Ja, de drone is dus kapot. Want ik wou van de waterval, wou ik beelden, maar de speling was gewoon heel klein. Tussen de trappen. Beetje stom, maar ja. In ieder geval, dus geen droombeelden meer. Maar ja, als we thuis zijn, dan fixen we dat wel. Kunt allemaal goed. Dus nu wordt het alleen maar met de camera. Maakt niet uit. Zijn we al op een normale weg of wat? Nog niet, boys. Wil je naar boven of beneden? Ik kan niet eens zien waar ze navigatie naar. Ja, we gaan weer naar boven. Hopsakee, de berg hier op. Ik vind het niet zo fijn, maar ik zie jullie zo wel. We zijn in de hemel beland. Ja. Echt levendig is het hier. Maar bij ons is het best wel dood. Waarom zijn er overal strippers? What the fuck? Daar houden Engelsen van. Er zijn alleen maar lamme mensen die Engels zijn. Er zijn alleen maar strippers. I can.